Goedenavond en welkom bij dit webinar van WhatsUpDoc. Een initiatief van SBB en KBC waarmee we jullie antwoorden willen geven op veelgestelde vragen. Nu, de sessie van vanavond richt zich heel specifiek naar de startende HAJO's en ASO's. Binnenkort starten jullie met de stage en dat brengt wel wat vragen met zich mee. Welke verzekeringen moet je afsluiten? Moet je contact opnemen met een accountant? Is dat nu al nuttig? En ook, welke instantie doet wat juist voor jou? Kun je als arts in opleiding al een praktijkruimte beginnen te verbouwen? En hoe zit dat dan met die kosten? Allemaal uiteenlopende vragen die wij van jullie krijgen. We hebben dan ook de meest gestelde vragen opgelijst en die zullen we in dit webinar beantwoorden. En dan kunnen jullie straks met een vliegende start aan jullie nieuwe hoofdstuk beginnen. Ik ben Nathalie Put van SBB en ik geef dit webinar vandaag samen met Nancy van de Wallen van KBC Mediservice. Heb je gedurende onze uiteenzetting nog een vraag, dan kun je die stellen via de chat en de knop daarvoor vind je links onderaan op de pagina. Nu, voor wie voor arts studeert en zeker wanneer je bijna arts in opleiding wordt, dan kom je in contact met heel wat organisaties. Denk aan accountantskantoren zoals SBB, verzekeringsagenten, sociale verzekeringsfondsen, financiële instellingen en zoals KBC enzovoort. Je komt ze tegen op de afstudeerbeurzen of ze komen je een infosessie geven. Nu, als zelfstandig arts heb je ze eigenlijk allemaal nodig. Maar is dat ook al het geval als arts in opleiding? Wel, eigenlijk niet. Een bank is zeker nodig, want als HAJO of als ASO ontvang je een loon en dan kun je niet zonder een rekening bij een financiële instelling. Bij een bank, net zoals bij een verzekeringsagent, kun je ook terecht om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Nu, die verzekeringen, daar ga ik het niet over hebben, daar gaat Nancy het over hebben. Maar sommige verzekeringen ga je al moeten afsluiten als arts in opleiding en andere nog niet. Dus een bank of verzekeringsagent is zeker nodig. Een sociaal verzekeringsfonds, zoals bijvoorbeeld Acertax, Sirius, Liantis, die heb je eigenlijk nog niet nodig. Een sociaal verzekeringsfonds regelt je sociaal statuut als zelfstandige. En aangezien je als arts in opleiding loontrekkende bent, is dat dus nog niet aan de orde. En wat met de accountant? Het zou kunnen dat je ons al nodig hebt, maar misschien ook niet. Nu, bij een accountant kun je terecht voor het voeren van je boekhouding, voor fiscale optimalisaties, voor financiële en fiscale ondersteuning en bij de uitbouw van een praktijk enzovoort. Dus meestal komt die accountant pas in de picture wanneer je effectief start als zelfstandige. Toch kun je ook als arts in opleiding al terecht bij een accountant wanneer je bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebt bij het invullen van je fiscale aangifte. Heb je daar vragen over, dan kun je nu al bij ons terecht. Dus om het even samen te vatten, je hebt een rekeningnummer nodig en misschien ook al bepaalde verzekeringen, maar dat bespreken we dadelijk. Je moet als arts in opleiding een fiscale aangifte indienen, dus misschien kan een accountant daar jou nu al in ondersteunen, maar daarover straks ook meer. En een sociaal verzekeringsfonds is nog niet aan de orde. Nu, ik zei het net al, als arts in opleidingen ben je geen zelfstandige. Je geniet van een sui generis statuut dat je bepaalde rechten in de sociale zekerheid geeft als loontrekkende. Je bent dus een soort van loontrekkende. En in de praktijk komt het erop neer dat je een werkgever hebt die sociale bijdrage moet afdragen en in ruil daarvoor krijg je bepaalde dekkingen. Voor specialisten in het ziekenhuis is het ziekenhuis de werkgever. Voor huisartsen verloopt dit via een aparte VZW, want je valt binnen de artsenpraktijk onder een stagebegeleider en die is niet jouw werkgever. Dus als huisarts treed je in dienst bij SUI VZW. SUI is het officiële coördinatiecentrum en dat is opgericht om de sociaal-rechterlijke administratie en het uitbetalen van de opleidingsvergoedingen aan de huisartsen in opleidingen in Vlaanderen te regelen. Nu, een aantal rechten, zoals hier opgesomd, zijn voorzien in je sui generis statuut, maar er zijn ook een aantal sociale voordelen die niet voorzien zijn, zoals een werkloosheidsuitkering, vakantiegeld en ouderschapsverlof. Nu, je bouwt gedurende je jaren als HAJO of ASO ook geen pensioenrechten op, dus belangrijk om daarvoor te sparen. En onder het sui generis statuut worden door de werkgever ook minder sociale bijdragen afgedragen. En dat resulteert in minder rechten dan bij een gewone loontrekkende.
Voor huisartsen voorziet de werkgever, dus SUI, wel in een verzekering beroepsaansprakelijkheid. Die moet je dus zelf niet afsluiten. Nu, artsspecialisten in opleiding zijn in principe verzekerd via de groepspolis beroepsaansprakelijkheid van het ziekenhuis. Maar over de verzekeringen gaat Nancy jullie dadelijk alles vertellen. Nu, wanneer je als arts in opleiding start, dan moet je een aantal praktische zaken in orde brengen. Ze staan hier allemaal opgesomd. Ik ga ze kort even overlopen. Eerste wat je moet doen, je moet het niet echt in orde brengen. Want na het behalen van je basisdiploma als arts ontvang je automatisch een visum. Het wordt je opgestuurd door de FOD Volksgezondheid. Dit visum is jouw license to practice. Je hebt het nodig om je beroep te mogen uitoefenen. Maar dit komt dus automatisch, je hoeft hier niets voor te doen. Een tweede formaliteit is je inschrijving bij de Orde der Artsen. Die inschrijving is wettelijk verplicht. Een volgende stap is het indienen van je stageplan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat stageplan bevat een overzicht van de stage en met de data, de duur, de stagemeesters en stageplaats of stageplaatsen. En je kan op meerdere plaatsen stage doen. Je kan natuurlijk maar je stageplan indienen nadat je een stagecontract hebt afgesloten. Dus voor je aan je stage begint, maak je eerst een overeenkomst op met je werkgever. En in zo'n overeenkomst worden de voorwaarden van de samenwerking besproken, net als de vergoeding voor elk onderdeel van je stage. Nu start je als HAJO, dan kun je stage doen zowel in een ziekenhuis als in een huisartsenpraktijk. Voor de stage in het ziekenhuis bezorgt het ziekenhuis je een stageovereenkomst. Voor de stage in de huisartsenpraktijk worden er maar liefst 3 verschillende overeenkomsten opgemaakt. Eentje tussen SUI VZW en de stagemeester, eentje tussen jou en SUI VZW en dan nog eentje tussen jou en de stagemeester. Ben je ASO, dan sluit je een overeenkomst af met je stagemeester en met het ziekenhuis. De overeenkomst die je zal voorgelegd worden is een standaardcontract, goedgekeurd door de Orde der Artsen en door de minister van Volksgezondheid. En in de praktijk wil dat zeggen dat je eigenlijk geen enkele onderhandelingspositie hebt over de inhoud ervan. Maar dat neemt niet weg dat het zeker nuttig is om deze overeenkomst toch al eens grondig door te nemen alvorens te ondertekenen. Het is beter dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten tijdens die stage. We krijgen soms ook de vraag of men zich als arts in opleiding al kan inkopen in een associatie. En dat is niet het geval. Als arts in opleiding geniet je, zoals gezegd, van een speciaal sui generis statuut. En binnen een associatie werk je altijd als zelfstandige. En dat is een statuut dat je pas kan aannemen wanneer je stage is afgelopen. Het is dus pas op het einde van je stage als HAJO dat je deze beslissingen zal moeten nemen. Je zal dus nog even geduld moeten uitoefenen. Ben je ASO? Ja, dan is deze vraag eigenlijk minder relevant, want specialisten organiseren zich minder vaak in een associatie dan huisartsen. Meestal sluiten zij eenvoudigweg een contract af met het ziekenhuis, maar dat neemt niet weg dat het wel zou kunnen. En zo richten specialisten soms een maatschap op waarbij ze afspreken om inkomsten en uitgaven te poolen. Nu, wanneer je in die fase bent, want ik kan me voorstellen dat dit een beetje complex is nu, dus aan het einde van je opleiding als HAJO of als ASO, dan neem je best contact op met een accountant en dan gaan we dit samen bekijken. Nu, een volgende formaliteit heeft te maken met het RISIF. Is je stageplan volledig, dan stuurt Zorg en Gezondheid dat door naar het RISIF en dan ontvang je een voorlopig RISIF-nummer als arts in opleiding. Zonder RISIF-nummer kun je geen verstrekkingen attesteren. Als HAJO zal je werken op de boekjes getuigschriften voor verstrekte hulp van de praktijkopleider. En wordt er met e-attesten gewerkt, dan zal in het systeem ook een koppeling gemaakt worden tussen de HAJO en de praktijkopleider, zodat die attesten voor verstrekte zorg van de HAJO automatisch verbonden zijn aan de supervisie van de praktijkopleider. Nu nog een tip waar dat Nancy het straks ook over gaat hebben. Dat gaat over de RISIF-toelage. Want vanuit het RISIF heeft elke arts in opleiding ook al recht op een RISIF-toelage. Nu, wat dat juist is en wat je ermee kan doen, dat zal Nancy dadelijk uitleggen.
En dan tenslotte een laatste formaliteit, voor wat mijn deeltje betreft, dat is dat je je moet aanmelden bij een ziekenfonds wanneer je arts in opleiding wordt. En hier kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Als student ben je via je ouders aangesloten bij een ziekenfonds, maar van zodra je start als arts in opleiding ben je verplicht om in eigen naam aan te sluiten. Nu Nancy, ik geef heel graag het woord aan jou. Ze staat al klaar om de verzekeringen verder toe te lichten, want daar valt wel wat over te vertellen. Inderdaad. Bedankt Nathalie. Vanuit mijn functie als KBC-relatiebeheerder Medisch Service zoom ik graag even in op een aantal vragen die frequent bij ons gesteld worden. Binnen KBC Medisch Service werken wij in duo voor artsen en huisartsen in opleiding. Zowel aan de kant van de bank als in onze verzekeringsagentschappen kunnen artsen, al dan niet nog in opleiding, een beroep doen op een relatiebeheerder die thuis is in jullie leefwereld en die jullie met plezier deskundig verder op weg helpt. We hoorden daarnet al iets over de RISIF-toelage. Om en bij de 6.400 euro en die zal nog dit kalenderjaar toegekend worden aan alle artsen en huisartsen die aan een stageopleiding beginnen. De enige voorwaarde om van de jaarlijkse financiële tussenkomst van het RISIF te genieten is geconventioneerd zijn. En als HAJO en AZO ben je dat altijd. Enkel voor kinesisten en logopedisten is er een activiteitsdrempel. We gaan daar in deze uiteenzetting niet verder op in. De bijdrage die je van het RISIF ontvangt, kan je niet vrij besteden, maar moet je verplicht investeren in ofwel vrij aanvullend pensioen met een sociaal karakter, ofwel een verzekering gewaarborgd inkomen. Aangezien HAJO's via SUIVZ2 al verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, kunnen zij best de RISIF-bijdrage integraal besteden aan pensioenopbouw. Ook wel gekend als sociaal vrij aanvullend pensioen, kortweg SVAPZ. ASO's genieten ook meestal een verzekering arbeidsongeschiktheid, zij het dan via de collectieve polis van het ziekenhuis waar de stage gevolgd wordt. En bij gevolg kunnen zij ook best de RISIF-bijdrage inzetten op pensioenopbouw. De meeste ziekenhuizen houden infosessies voor hun ASO's en lichten daarin de collectieve polis toe. Maar het kan zeker geen kwaad om eens af te toetsen bij je verzekeringsagent of makelaar om te zien of de dekking van de collectieve polis arbeidsongeschiktheid wel voldoende degelijk is. Elke verzekeraar wijst 10% van de RISIF-premie toe aan de solidariteitswaarborg. Die opgespaarde RISIF-bijdragen in je SVAPZ-polis worden uitbetaald rond je wettelijke pensioendatum. Maar en cours de route kan je natuurlijk altijd even nagaan via MyPension hoeveel je spaarpotje al bedraagt. Wat jij op dit moment zeker niet mag vergeten, is dus om nog voor het einde van 2022 je RISIF-polis af te sluiten bij KBC of je verzekeringsmakelaar. Wij zorgen er dan wel voor dat de essentiële informatie overgemaakt wordt aan het RISIF, zodat je bijdrage kan gestort worden in jouw spaarpotje. Een andere vraag die wij vaak horen is hoe je je als arts kan verzekeren voor aansprakelijkheid en wat je als HAJO of AZO zelf moet regelen of wat er al door anderen geregeld is. Deze vraag is gestoeld op een bezorgdheid. Bij het uitoefenen van een medisch beroep is de kans op een claim reëel. De gevolgen van een claim kunnen vergaand zijn. Juridische kosten, schadevorderingen, reputatieschade, psychologische schade bij de arts zelf. Je kan wettelijk gedurende 20 jaar door een patiënt aangesproken worden op fouten die je gemaakt hebt. Ook wanneer je ondertussen je beroepsactiviteit al stopgezet hebt. Dit gaat dus vooral over je beroepsaansprakelijkheid. De VZW SUI heeft bij KBC een polis onderschreven. Deze beroepsaansprakelijkheid wordt voor alle HAJO's geregeld via de tussenkomst van de SUI-polis. De polis dekt ook de handelingen die je als HAJO uitoefent in het kader van stages die je binnen het ziekenhuis doet. ASO's zijn verzekerd via de stageplaats, namelijk het ziekenhuis. Maar ook hier weer, laat je verzekeringsagent eens checken of de dekking voldoende ruim is. Een aanvullende verzekering is altijd mogelijk. Naast arts en opleiding zijn jullie natuurlijk ook gewone burgers.
En ook buiten de opleidingsomgeving kunnen zich ongelukkige situaties voordoen. Stel dat je bij vrienden een handje toesteekt bij de renovatie. En helaas valt de hamer ongelukkig uit je handen op het hoofd van je vriend. Jouw aansprakelijkheid in dit ongeval valt onder je aansprakelijkheidsverzekering privéleven, beter gekend als de gezinspolis of familiale verzekering. Idem voor eventuele schade die je veroorzaakt via een goed bedoelde tussenkomst in een noodsituatie, maar buiten de muren van je stageplaats. Over vrijwilligerswerk heeft Nathalie het nog later in deze presentatie. Wacht dus zeker niet te lang om bij je verzekeringsagent of makelaar de polis aansprakelijkheid privéleven, familiale verzekering of gezinspolis te onderschrijven. Wees je ervan bewust dat je dus niet meer onder de verzekering van je ouders valt. Je bent immers geen student meer, maar je geniet nu het sui generis statuut en je moet zelf je gezinspolis afsluiten, wil je je voor je aansprakelijkheid in privéleven verzekeren. En zo is het ook met de hospitalisatiepolis. Zolang je student of kind ten laste was, viel je onder de hospitalisatiepolis van je ouders. Sommige verzekeringsmaatschappijen is een verderzetting van de dekking mogelijk, maar bij anderen stopt de dekking van zodra je een eigen inkomen hebt en moet je dus ook zelf een hospitalisatieverzekering afsluiten, wil je je van hoge kosten behoeden. Sommige ziekenhuizen voorzien voor hun ASO's een dekking in de collectieve polis van het ziekenhuis. Maar HAJO's hebben de dekking niet via de polis SUI VZW. Als HAJO of ASO ben je mogelijk ook je studentenkot ontgroeid of wijk je uit naar een andere streek en ga je op zoek naar een nieuwe stek. Huur je een woning, lees dan grondig je huurcontract na en regel je huurwaarborg via KBC Mobile, de collega's van KBC Life of je plaatselijke bankkantoor. Lees goed na wat de syndicpolis van het appartementsgebouw regelt en vergeet niet om zelf je inboedel en je aansprakelijkheid als huurder te verzekeren. Tip: overhandig je huurcontract aan de verzekeringsagent of makelaar voor een analyse van de risico's. Overweeg je de aankoop van een instapwoning, maak dan zeker een afspraak bij je bank, KBC of een andere natuurlijk. Wij binnen KBC voorzien oplossingen op maat tijdens het opleidingstraject van de HAJO of ASO. Op die manier kunnen wij vaak de droom van een eigen woning helpen realiseren nog tijdens je opleiding. Heb je op het einde van de maand nog een beetje budget over, dan kan je die centen interessant beleggen. Bij KBC hoef je zelfs niet tot het einde van de maand te wachten. Maar kan je elke uitgave op je rekening laten afronden. De kleintjes verzamel je dan en vanaf 10 euro beleg je met je wisselgeld. Helemaal automatisch. Kan je iets meer opzij zetten, dan biedt starten met fiscaal sparen je mooie voordelen. En geniet je ook een korting op de te betalen belasting in je personenbelastingsaangifte. Voor HAJO's en ASO's zijn individueel pensioensparen, sociale VAPZ en lange termijn sparen een must. Start je na je opleiding als zelfstandige onder de vorm van een eenmanszaak, dan is POZ, de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, op jouw maat gemaakt. Start je na de voltooiing van je opleiding een vennootschap op, dan is de IPT, de individuele pensioentoezegging, sterk aanbevolen. Maar misschien ben ik nu weer waar Nathalie mee begon. De bomen en het bos. Op zich niet erg. Ga gewoon eens langs bij een KBC-verzekeringsagent of contacteer de KBC Medisch Service relatiebeheerder die verbonden is aan jouw bankkantoor. Wij helpen je graag verder. Helemaal op jouw maat. Goeie tip, Nancy. Dank je wel. Alsjeblieft, Nathalie. En dan gaan we verder met nog een paar andere topics. Nu, Nancy had het net over de beroepsaansprakelijkheid voor medische activiteiten. Wel, ik wil even ingaan op het uitoefenen van activiteiten naast je opleiding, namelijk het uitoefenen van niet-medische activiteiten en vrijwilligerswerk.
We zien soms dat artsen in opleiding ook niet-medische activiteiten, zoals bijvoorbeeld het maken van medische illustraties of een hele andere activiteit, op zelfstandige basis willen uitoefenen naast hun stage. En dan krijgen we de vraag of ze mogen starten met een zelfstandig bijberoep. Nu, in principe kan dat, een zelfstandige nevenactiviteit, alleen gaat het dan niet om een zelfstandige activiteit in bijberoep, maar in hoofdberoep. Om een zelfstandig bijberoep te kunnen uitoefenen, moet er een hoofdactiviteit zijn waarbij volwaardige RSZ-bijdragen ingehouden worden. En aangezien dat bij je sui generis statuut niet het geval is, kan je als arts in opleiding niet anders dan aangesloten worden als zelfstandige in hoofdberoep. En dat is wel een hele belangrijke, want je moet weten dat een zelfstandige in hoofdberoep elk kwartaal minstens ongeveer €770 aan sociale bijdragen moet betalen. Je moet er dus op letten dat het sop de kool wat waard is en dat je voldoende inkomsten verwerft uit die nevenactiviteit om die minimale, vrij hoge sociale bijdrage te kunnen betalen. Nu, wat met vrijwilligerswerk? Het zal ook kunnen dat je als arts in opleiding vrijwilligerswerk doet. En je gaat bijvoorbeeld helpen bij het Rode Kruis op een festival of je helpt in een vaccinatiecentrum en daarvoor krijg je een vergoeding. Nu, belangrijk om te weten hier is dat een vrijwilligersvergoeding eigenlijk geen loon is, maar een vergoeding voor gemaakte kosten. Meestal zul je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding ontvangen. Het gaat dan om een vast bedrag dat je ontvangt zonder dat je bewijsstukken voor de gemaakte kosten moet voorleggen. Maar er bestaat ook een vergoeding voor werkelijke kosten. Dat laat ik hier buiten beschouwing. En de meeste van jullie gaan sowieso te maken hebben met die forfaitaire vergoeding. Voor dit jaar bedraagt de forfaitaire vergoeding maximum €36,84 per dag. En zo mag je in principe tot maximum €1.473,37 per jaar ontvangen. Bovenop deze maximale kostenvergoeding kun je ook nog een terugbetaling van verplaatsingskosten krijgen, beperkt tot 2000 kilometer. En ook daarvoor is een maximaal bedrag geldig per gereden kilometer. Nu, op dit maximumbedrag per jaar worden soms nog uitzonderingen gemaakt. Zo is er in 2022 een verhoging van de maximale jaarvergoeding tot €2.705 voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in de zorgsector voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis. Nu, deze bedragen zijn onbelast. Je hoeft ze dus niet aan te geven voor de belastingen. Nu, een vraag die we ook nogal eens krijgen is het uitoefenen van een studentenjob in je startjaar als arts in opleiding. Nu, het kan zijn dat je nu eerst nog een studentenjob gaat doen voor je effectief als arts in opleiding start. En dan krijgen we de vraag welk effect deze inkomsten hebben op je belastingen. Nu, het is zo dat je steeds belast wordt op je totale belastbare inkomen. Dus de inkomsten uit je studentenjob van dit jaar en de inkomsten die je vanaf deze zomer of in het najaar zal verwerven als HAJE of ASO, die tel je samen. En bij loontrekkende wordt er door de werkgever op het loon een bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat is zo. En die bedrijfsvoorheffing is eigenlijk al een voorschot op je belastingen. Nu, op je inkomsten als HAJE of ASO zal dus door SUI of door het ziekenhuis al een bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Nu, wat is dan het effect van die studentenjob? Wel, dat is het gemakkelijkste uit te leggen aan de hand van een kort voorbeeld. Iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft recht op een belastingvrije som. En dat betekent dat een deel van je belastbare inkomsten niet belast worden. Die belastingvrije som die bedraagt €9.050. Dus stel dat je geen studentenjob gehad hebt, dan zal je totale inkomen als arts in opleiding voor dit startjaar wellicht lager liggen dan die belastingvrije som. En dat wil zeggen dat je ingehouden bedrijfsvoorheffing zal terugkrijgen. Had je een studentenjob, dan zou het kunnen dat je totale inkomen hoger ligt dan die belastingvrije som en dan krijg je mogelijk maar een stukje terug van de bedrijfsvoorheffing. Met andere woorden, minder bedrijfsvoorheffing terugkrijgen is eigenlijk gelijk aan belastingen betalen. Een studentenjob kan dus zeker een invloed hebben op je belastingen in het jaar waarin je start als HAJO of als ASO. Maar wij kunnen dat, en moest je dat willen, wij kunnen dat voor jou berekenen. Nu, ik had het net over die belastingvrije som, die €9.050 en de invloed van een studentenjob op je belastingen.
Nu, over de vrijwilligersvergoeding, hè, dat je die niet moet aangeven voor je belastingen. En dat brengt me eigenlijk bij een volgende verplichting als arts in opleiding, namelijk de fiscale aangifte. Want helaas, hè, net zoals andere loontrekkenden of zelfstandigen, moet je elk jaar een fiscale aangifte indienen. Belangrijk om te weten is dat je kosten kan inbrengen om minder belastingen te betalen. En daarbij heb je eigenlijk de keuze tussen het bewijzen van je werkelijke kosten of het toepassen van een kostenforfait. Nu, wanneer je werkelijke kosten hoger zijn dan het forfait, ja, dan is het uiteraard interessanter om die werkelijke kosten te bewijzen. In de praktijk zien we twee situaties waarbij de werkelijke kosten boven het forfait kunnen uitkomen. Of er is een lange woon-werkafstand, of je moet huren in de buurt van je stageplaats. Maar er zijn uiteraard ook nog andere situaties, hè, waarbij we de arts in opleiding soms boven het kostenforfait zien uitkomen. Nu, hoe dit juist in zijn werk gaat, dat ga ik in dit webinar niet uit de doeken doen. Daar kan ik wel even over praten. Hè. Maar dit onderwerp werd trouwens ook al uitgebreid behandeld in een vorig webinar dat je kan bekijken op onze website. Ik wil wel even wat dieper ingaan op een volgend onderwerp en dat is mobiliteit. Het is vandaag de dag niet altijd evident om ergens tijdig te geraken. Wij kunnen dat mobiliteitsprobleem niet voor jullie oplossen, maar ik wil wel even stilstaan bij de aandachtspunten rond mobiliteit tijdens jullie opleiding als arts. Nu, ongeacht het type van vervoersmiddel, een auto, een fiets, een motor, moet je allereerst een onderscheid maken tussen je verplaatsingen. Want de fiscale spelregels die verschillen naar gelang het type verplaatsing en ook het vervoersmiddel. En dan zien we eigenlijk drie soorten verplaatsingen. Je zuivere privéverplaatsingen, ja, die kan je nooit fiscaal aftrekken. Dan heb je verplaatsingen tussen je woonplaats en je vaste plaats van tewerkstelling, je stageplaats. Deze verplaatsingen zijn aftrekbaar ter waarde van een forfaitair bedrag. En dit forfait dekt eigenlijk alle bijbehorende kosten, met uitzondering van de financieringskosten. En maar denk aan brandstofkosten, verzekering, verkeersbelasting, onderhoud, pechbijstand, afschrijvingen, huur, de huur van de parkeergarage en zo verder. En ten derde heb je de zuivere beroepsverplaatsingen. Bijvoorbeeld van de praktijk naar de patiënt. En hier moet je wel je werkelijke kosten kunnen aantonen. Wil je tijdens je stage je kosten van verplaatsingen fiscaal in rekening brengen, en dat kan interessant zijn, hè, om boven dat wettelijke forfait uit te komen, dan zal je een rittenadministratie moeten bijhouden. Dat is noodzakelijk ongeacht het type van vervoersmiddel. En ik kan me voorstellen dat jullie zich afvragen, hè, hoe houd je dat nu in godsnaam bij, hè, zo'n rittenadministratie? Wel, stel dat je een auto gebruikt, hè, dan noteer je aan het begin en aan het einde van het jaar de kilometerstand. Dat is logisch, hè, zodat je kan zien hoeveel kilometer je op één jaar gereden hebt. Stel 20.000 kilometer. Je woon-werkverplaatsingen die moet je niet noteren. Die kun je eenvoudig berekenen, want op je individuele rekening vind je het aantal gewerkte dagen en de afstand tussen je woonplaats en de praktijk, ja, die ken je. Dus je woon-werkverplaatsingen zijn dan bijvoorbeeld, stel dat we uitgaan van 220 gewerkte dagen per jaar en dan 25 kilometer tussen de woonplaats en de praktijk, maal 2, heen en terug, dan kom ik op 11.000 kilometer aan woon-werkverplaatsingen. Wat je wel moet noteren, dat zijn uw zuivere beroepsverplaatsingen. Die houd je bij in een schriftje of in een Excel, maakt niet uit. Maar je noteert de datum, de verplaatsing en het aantal gereden kilometers. Bijvoorbeeld 4.000 kilometer. Dus in dit voorbeeld komen we op 11.000 kilometer woon-werkverkeer, 4.000 kilometer zuivere beroepsverplaatsingen en al de rest, dat is dan privé. Nu, aan de hand van zo'n overzicht kunnen wij als accountant de aftrek voor je verplaatsingen vlot berekenen. Nu, ook wel belangrijk om weten is dat sinds 1 januari van 2020 de fiscale aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting is aangepast. En die kosten zijn voortaan slechts aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot. Dus bij aankoop van een wagen die je ook beroepsmatig gaat gebruiken, sta je daar best even bij stil of je komt even langs voor advies daarover.
Enkel wanneer je tijdens je opleiding een lange woon-werkafstand moet afleggen of je hebt heel wat beroepsmatige verplaatsingen, dan zal het in rekening brengen van je verplaatsingskosten voor de belastingen interessant zijn. En maar daarvoor verwijs ik je dus heel graag door naar het webinar over de fiscale aangifte. Nu, een volgende topic, en we zijn bijna bij het zijn van de laatste topics. Hè. Is het interessant om tijdens de stage al te investeren in vastgoed? Wel een hele interessante vraag, hè, omdat velen onder jullie nu al denken aan de aankoop van bijvoorbeeld een woning. Beschouw je deze woning als volledig privé of wil je een deel daarvan, hè, op termijn inrichten als praktijkruimte? Wel, dat zijn vragen die je zelf best nu al stelt, zodat je later, wanneer je huisarts of specialist bent, de meest voordelige fiscale constructie kan uitbouwen. Nu laten we dit kort verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Stel dat je tijdens je stagejaren een pand aankoopt waar je in gaat wonen en een deel van dat pand ga je al verbouwen tot een praktijkruimte voor later. Nu, het kostenplaatje van zo'n verbouwing is natuurlijk niet mis, hè, en we vragen ons af, of jullie vragen zich af, hè, of we deze kosten, of die gedragen kunnen worden door de praktijk, hè, of dat die kosten privé gefinancierd moeten worden. Wel, omdat de kosten gedaan zijn aan een privéwoning en je op dat moment zelf nog geen eigen praktijk hebt, want ja, je bent geen zelfstandige en je valt onder dat sui generis statuut, moet je die kosten van de verbouwing in eerste instantie volledig zelf financieren. Maar start je binnen enkele jaren als zelfstandig huisarts of specialist, dan zijn er wel mogelijkheden om een deel van die kosten van de verbouwing te recupereren. Nu, hoe je dat kunt doen, en dat hangt af of je actief bent met een eenmanszaak of een vennootschap. En binnen elk van deze opties zijn er verschillende juridische constructies mogelijk. Nu, wat de meest interessante optie voor jou is, is maatwerk. Heb je daarover vragen, dan kun je nu al terecht bij je accountant. Dus nog een reden om tijdens je stage al beroep te doen op een accountant. En wat sommigen zich nu misschien ook afvragen, is of je als arts in opleiding ook al een lening kunt afsluiten, hè, voor de aankoop van die woning. Maar daar kan Nancy nog iets over vertellen. Heel graag, Nathalie. Dank je wel. Inderdaad, zoals eerder aangehaald, werken wij heel graag op jullie maat een oplossing uit. We hebben daarvoor een aantal mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kijken of het voor jou mogelijk is om tot 100% van het aankoopbedrag te financieren. We kunnen een extra lange looptijd aangaan en we kunnen op je gehele of een gedeelte van je lening vrijstelling van kapitaalaflossing toepassen, dit gedurende de periode van je opleiding. Eerder dit jaar werd daar rond ook al een webinar opgenomen. Starten op de woningsmarkt. Na deze uitzending ontvangen jullie van ons een mail met daarin de linken naar eerder opgenomen webinars. Neem rustig de tijd om de topics die voor jou interessant zijn, eens opnieuw te bekijken. Oké, dankjewel. Voilà. En dat brengt ons bij het einde van dit webinar. Ik heb het nog eens samengevat in een schema. Het is vooral belangrijk dat je weet dat je als arts in opleiding een nieuw statuut krijgt als loontrekkende. En dat je dan een aantal formaliteiten in orde moet brengen. Nu, wie je sowieso nu al moet contacteren, dat is je bank of je verzekeringsagent. En tijdens je stage kan het dan zijn dat je misschien al een accountant nodig hebt. Bijvoorbeeld bij hulp bij je fiscale aangifte of wanneer je een woning gaat kopen. Nu, bij de aankoop van een woning heb je uiteraard ook de financiële instelling nodig. En dan op het einde van je stage, je hebt dat hele traject doorlopen, ja, dan beginnen er wel een aantal andere dingen te spelen. Want dan zou het kunnen dat je bijvoorbeeld wilt toetreden tot een groepspraktijk of een associatie. Je start dan ook effectief misschien als zelfstandige. Er gaat gekeken moeten worden met welke ondernemingsvorm start ik dan. Een eenmanszaak of een vennootschap. De boekhouding moet opgestart worden. Dat gaan we dan allemaal samen met jullie bekijken. En wanneer je dan ook effectief als zelfstandige start, dan komen er ook weer een aantal andere partijen in de picture, zoals een sociaal verzekeringsfonds voor je sociaal statuut als zelfstandige. Maar je accountant gaat je ook daar wegwijs in maken en die verplichte formaliteiten voor jou in orde brengen.
Nu, ik hoop dat jullie vragen grotendeels beantwoord zijn. Nu, moest je toch nog een vraag hebben, dan kun je die nu stellen via de chat. Die blijft nog een 20-tal minuutjes open. Ja, en dan rest mij enkel nog om jullie hartelijk te bedanken voor het kijken. Nog een hele fijne avond gewenst en misschien tot binnenkort.